Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Alfa Deuren International. Welkom bij de nabeschouwing van Unitas tegen Alfa Deuren Houten met vandaag hoofdcoach Hans van Dijk en topscorer met 13 doelpunten Rutger de Velde. Nou Hans, zeg maar. Ja, nou, het was een mooie zaterdagavond. We hebben gewonnen met 30-26. Ja. En nou, een beginstart waar je even van jongen, jongen gaat heen. Maar ik moet zeggen, bij 12-10 hadden we weer goed te pakken. Zeg maar 15-20 minuten in de eerste helft. Liep bijna 17-12 met rust. En tweede helft ook gewoon heel solide gespeeld. Iedereen is een speler toegekomen en we hebben gewoon een goede wedstrijd gespeeld. En dat is hier niet makkelijk om te winnen. Los even van de has, dat speelt mee, maar het is gewoon een goede ploeg. Het is gewoon een fysieke ploeg ook, hè? Ja, maar ook wel een leuke ploeg. Ik vond het de onderlinge respect was gewoon goed. Ook ditmaal, dat moet ik ook gewoon zeggen, gewoon goede scheidsrechters. Mm-hmm. En ik denk verdiend gewonnen. Ik vind de jongens een compliment geven. Ze hebben echt heel hard gewerkt. Ze zijn in blijven geloven. En ik ben heel blij met deze overwinning. Ja, nou, dat kan ik me leuk voorstellen. Dat was prachtig. Hey Rutger, van harte gefeliciteerd met een fantastische overwinning. Ik dacht 30-24, zeg ik even zo snel uit mijn hoofd. Heb je enig idee hoeveel je gescoord hebt? Ik hoorde bij de laatste doelpunt dat ik 13 doelpunten had gemaakt. Dat zijn er inderdaad 13. Daar natuurlijk ook mee gefeliciteerd. En op de tribune ben je uitgeroepen tot man of the match, uiteraard. Hey, hoe kijk je zelf terug op die wedstrijd? Nou, ik denk dat het zat in ons hoofd een hartloze wedstrijd. Maar ik denk dat we dat heel goed hebben omgezet. We hebben een erg goede pot gespeeld vooral. En ik denk dat wij in de dekkingen erg sterk gespeeld hebben. En vanuit daar lekker snelle tegenaanval. En daar hebben jullie de doelpunten. Ja, ja, precies. Want snelheid, dat is iets wat jou wel ligt, als ik het zo zeg. Ja, zag. De meeste doelpunten waren toch wel op snelheid, ja. Ja, mooi. Hey, en wat zag ik nou aan het eind? Fans die handtekeningen komen halen, jonge meisjes. Ja, ik zou ik schrok daar even van. Ja. Maar je gaat toch niet naast je schoenen lopen, hè? Daardoor. Ik ga niet naast mijn schoenen lopen. Oké, okay, hartstikke goed. Hey, nogmaals van harte gefeliciteerd. Prachtige overwinning. Heerlijk gespeeld. Succes. Dank en wel. We spreken je vast nog wel een keer dit seizoen. Komt goed. Oké, okay, dag. Wel. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.